Overgehakt ballen door Saskia de Jong, hoofdstuk 1: Twee hondjes. De mand raakt steeds voller met bolletjes wol. Ik zit op de bank en houd de rand van een gebreide lap vast. Het zou een trui worden. Maar nu zit oma tegenover me en trekt aan de draad die aan de lap vast zit. De gebreide lap in mijn handen wordt steeds kleiner. Oma wikkelt de draad om haar hand en maakt er een bol van. Vind je het niet zonde? Vraag ik haar. Je hebt er zo lang aan gebreid. Er blijft niets van over. Ach, kind, het is mijn redding, antwoordt ze. Zolang ik brei, hoef ik niet naar een psycholoog. Het geeft me rust in mijn hoofd. Ik begin lekker weer opnieuw. Deze trui was veel te smal en de mouwen waren te lang. Een waardeloos patroon. Elke middag na school ga ik naar oma. Dat doe ik al zolang ik me kan herinneren. Mama is aan het werk en oma vindt het gezellig. Mijn oma heet Julia. En ik ben naar haar vernoemd, al noemt iedereen mij Jules Shul of Sieltje. Vroeger haalde oma me altijd op. Dan stond ze op het schoolplein op me te wachten. Tegenwoordig loop ik alleen naar huis. Mama komt me rond etenstijd ophalen. Ze komt dan altijd even in de keuken onder de deksels gluren. Soms blijven we eten, maar meestal fietsen we door naar ons eigen huis. Dan klim ik achter op de fiets bij mama en sla ik mijn armen om haar heen. Mama is een krachtpatser. Ze is voor niks en niemand bang. Pas terug nog gaf ze een meneer op zijn kop toen hij onaardig deed tegen zijn hond. De man zag er groot en sterk uit, zeker in vergelijking met mama. Ik hield mijn hart vast, bang dat de man kwaad zou worden. Maar hij stond alleen een beetje beteuterd te kijken. Alsof hij een klein jongetje was en mama een reuzin. Dan wordt het warm in mijn buik en voel ik me trots. Mama komt altijd op voor dieren. Ze zal zelfs geen spinnetje doodmaken. Spinnetjes die in de weg zitten, zet ze buiten. Maar meestal zitten spinnetjes haar niet in de weg. We eten dus ook geen vlees. Soms vind ik dat wel jammer. Maar mama zegt altijd, als je van dieren houdt, hoe kun je ze dan opeten? Ik weet dat ze gelijk heeft, maar af en toe zou ik ook wel eens een gehaktbal willen eten, al weet ik dat niet zeker. Mijn oma is heel anders. Ik kan bijna niet geloven dat mama haar kind is. Oma bemoeit zich nooit met andere mensen. Ze is meestal alleen of met mij. Oma houdt zich bezig met dingen, niet met mensen of dieren. Ze houdt van handwerken. Of ze zit met haar neus in de boeken. Er staan stapels boeken op tafel. Stukjes die ze belangrijk vindt, leest ze hardop aan mij voor. Ik begrijp er meestal niets van, vooral niet als het gedichten zijn. Die leest ze vaak. Ik vind het niks voor kinderen. Al was er pas eentje die ik wel grappig vond. Ik heb hem opgeschreven. Spleen. Ik zit mij voor het vensterglas onnoemelijk te vervelen. Ik wou dat ik twee hondjes was. Dan kon ik samen spelen. Grappig toch? Dat iemand bedenkt dat hij twee hondjes zou willen zijn om samen te kunnen spelen. Ik vind het best knap wat een dichter doet. Het lijkt wel een beetje op breien, niet met wol, maar met woorden. Ik denk niet dat ik later dichter word. Ik ben niet zo goed met woorden. Ik ben beter met echte dingen die je kunt vastpakken. Zoals nu bij oma. Ik vis de bolletjes met mooie kleuren uit de mand. Die leg ik bovenop. Lichtblauw, donkerblauw, grijsblauw en koningsblauw. Ik denk dat oma blij wordt als ze naar de bolletjes in de mand kijkt. Blauw, blauw, blauw. Ik hou van jou. Hoofdstuk 2 Luca. Een rugzak met zes boeken is zwaar. Ik heb oma gezegd dat ik na school eerst even naar de bibliotheek ga. Meester Pieter is aan het voorlezen in een mooi boek, maar het gaat zo langzaam. Ik wil weten hoe het verhaal verder gaat. Ik ga het boek dus lenen in de biep. Dan kan ik het thuis verder lezen. Mama vindt dat dom, want dan zit ik me straks te vervelen tijdens het voorlezen in de klas. Ik ben het niet met haar eens. Als een verhaal mooi is, kan je wel tien keer naar luisteren. Het is niet druk in de biep. Ik kan de rugzak eindelijk op de grond zetten en haal de boeken eruit. Eén voor één laat ik ze door de gleuf glijden. Ik hoor een plofje bij elk boek dat aan de andere kant van de wand in de bak valt. Ik heb wel eens gezien dat er kussens in de bak liggen om de boeken op te vangen. Anders zou ik ze bijna niet durven inleveren. In gedachten zeg ik bij elk plofje, auw, auw. Maya van de Biep groet me zoals altijd. Ze is aardig en weet hartstikke veel van boeken. Ze heeft me al vaak een boek aangeraden. Meestal lees ik de boeken die zij goed vindt in één ruk uit. Ze leest ze zelf ook allemaal. Dat vind ik leuk. Volwassen mensen die kinderboeken lezen. Mama doet dat nooit, oma ook niet. Er is bijna niemand op de jeugdafdeling. Ik zie alleen een moeder die haar zoontje voorleest op de grote bank. Overal liggen prentenboeken om hen heen. Het jongetje heeft zijn schoenen uitgedaan en zit droomerig voor zich uit te staren. Je kunt zien dat hij helemaal verdwenen is in het verhaal. Helemaal achteraan, bij de gedichten en de sprookjesboeken, staat een jongen een beetje ongelukkig te zoeken in een kast. Maya loopt naar hem toe. Ze kijkt bezorgd. Kan ik je helpen, Luca? Nee, nee, het is goed. Ik kijk een beetje, antwoordt hij. Nou, ik vind dat hij er helemaal niet zo goed uitziet. Ik ga in de buurt staan. Hij is ongeveer even oud als ik. Ik wil hem graag helpen. Hij ziet er zo treurig uit. Dit is een goed boek, zeg ik, terwijl ik een boek laat zien. Hartstikke spannend. Onze meester heeft het voorgelezen. Er zijn een heleboel delen. Dus als je het leuk vindt, de jongen schudt zijn hoofd. Ik zoek geen boek. Nou, zeg ik, dat is best gek als je in de bibliotheek voor een kast met boeken staat te drentelen. Wat zoek je dan? De jongen kijkt me verbaasd aan. Hij zal me wel te nieuwsgierig vinden. Ik zoek een gedicht. Mijn oma is dood. Ze willen dat ik iets voorlees bij de uitvaart. Oei, dit had ik niet verwacht, arme Luca. Ze was dement, zegt hij. Zaterdag wordt ze gecremeerd en ik moet dus iets zeggen, maar ik weet niks. Toen zei de juf, waarom lees je geen gedicht voor? Nu zoek ik een gedicht voor een demente oma die dood is. Boeh, ik schrik een beetje van dit verhaal van Luca. Opeens begrijp ik wel dat hij er niet gelukkig uitziet. Wat erg. Zal ik je helpen zoeken? Vraag ik. Maar Luca schudt zijn hoofd. Ik heb geen tijd meer, ik moet naar huis. Morgenmiddag kom ik terug en dan zoek ik wel verder. Lucas gezicht wordt nog verdrietiger als hij zegt, weet je wat het allemaal nog erger maakt? Ik schud mijn hoofd. Kan het nog erger worden dan dit? Onze hond, die eigenlijk van haar is, moet nu weg. Ik weet zeker dat oma dat verschrikkelijk zou vinden. Papa had oma beloofd dat hij voor de hond zou zorgen, maar mijn zusje is allergisch. Zo'n hond kan wel voor een tijdje, maar niet voor altijd. Nu moet de hond naar een asiel en die is oud, maar hartstikke lief. Ze wordt vast en zeker doodgemaakt. Dat oma's dood kunnen gaan als ze zo oud en ziek zijn, snap ik nog wel. Ze kon niet meer verder, zei mijn vader. Ze leed elke dag, maar dat honden zonder goede reden doodgemaakt worden. Ik kom morgen wel terug. Ik moet nu naar huis. Luca loopt snel weg. Ik roep hem nog na. Mijn oma kan je helpen met een gedicht, maar je hoort het al niet meer. Hij is weg. Hoofdstuk 3. Gedicht voor Luca. Oma staat in de keuken. Ze roert in een enorme pan. Voor wie ben je allemaal aan het koken? vraag ik terwijl ik mijn rugzak op de grond zet. Want een grote pan. Oma schudt haar hoofd. Ik krijg bezoek. Iemand van vroeger. Nou, vroeger lijkt niet bepaald leuk bezoek. Oma's gezicht ziet eruit alsof er iets vreselijks staat te gebeuren. Wat maak je en wie komt er? vraag ik. Oma zucht. Ik hoop maar dat hij niet in zo'n stijf pak met een stropdas komt, want dan wordt het niet gezellig. Vroeger was het al een patser. Waarom moest hij nou net reageren op mijn oproepje? Huh? Zoek je een man? vraag ik. Nee joh, oma kijkt me aan alsof ik een heel domme vraag stel. Maar zo gek is die gedachte toch niet? Oma is al bijna haar hele leven alleen een leuke man zou best gezellig zijn. Ze gaat verder. Ik had een advertentie geplaatst in het buurtkrantje omdat ik op zoek ben naar een oude dichtbundel. En wie reageert als enige. Ik wist niet eens dat Herman in de buurt woonde. Net iets te hard doet ze de deksel op de pan en draait ze het vuur lager. Zo ken ik oma niet. Zou ze echt geen zin hebben in dit bezoek? Maar waarom kookt ze dan voor hem? Oma, je moet helpen, zeg ik dan. Ik zoek een gedicht over de dood, voor Luca, over een dode oma die dement was. Oma kijkt me verschrikt aan. Kind, waarom denk je dat ik gedichten zou hebben over oma's die dement zijn? Dat is nou precies het onderwerp waar ik me ver van houd. Veel te treurig. Het maakt me bang. Bovendien ben ik soep aan het koken. Soep hoort bij het leven, niet bij dood. Maar oma loopt toch naar de boekenkast en pakt er een boek uit. Ze bladert wat en zegt: Kijk, hier heb ik een gedicht over doodgaan. Lekker kort, want anders vind je er toch niks aan. Het gaat alleen wel over een opa in plaats van een oma. Is dat erg? Ze begint voor te lezen. Horloge. Opa is dood. Al een poosje. Dat vind ik natuurlijk niet fijn. Maar nu heb ik wel zijn horloge, zijn koptelefoon en zijn trein. Oma, dat is toch helemaal niet geschikt? Hij wil natuurlijk zeggen dat hij van haar houdt en dat ze lief was. Je bent vreselijk. Je kunt wel merken dat je niet van mensen houdt. Trouwens, um, wil jij geen hond? Oma luistert niet echt. Ze bladert alweer verder in het boek. Opeens zie ik een glimlach op haar gezicht. Het lijkt alsof ze iets gevonden heeft. Een hond is meer iets voor jouw moeder, zegt Oma. Zij is de dierenvriend, maar ik heb nog een gedicht gevonden. Hier staat het, lees maar. Hemel. Kan het bestaan dat ergens, achter al die witte wolken, een hemel is waar iedereen naartoe gaat na de dood? Waar heggenmussen kwetteren, waar koele beekjes kolken, waar boterbloemen bloeien langs de oevers van een sloot? Kan het bestaan dat doden daar gewoon weer verder leven? En is het waar wat opa zegt, dat oma daar nu is? Zou oma wel om beetjes en om boterbloemen geven? En voelt ze in de wolken wel hoe iedereen haar mist? Wat moet ze er? Wat doet ze er? Wat heeft ze er te zoeken? Ze las de hele dag, maar is er lezen na de dood? Bestaat er ook een hemelbiep met grote letterboeken? Heeft iedereen er kleren aan? Is iedereen er bloot? En straks, als opa doodgaat? Komt hij oma dan weer tegen? Maar opa gaat nog lang niet dood. Hij is nog kerngezond. Hij heeft voor zijn verjaardag nog een nieuwe knie gekregen. Hij staat met allebei zijn benen stevig op de grond. Ik denk dat dit een goed gedicht is. Al is het wel lang. En ik weet niet of er een opa is bij Luca. Moeilijk hoor. Zou hij dit gedicht geschikt vinden? Ik hou dus niet zo van gedichten en al helemaal niet van lange. Toch schrijf ik het over op een stuk karton. Op de zijkant van een doos. Ik doe mijn best om netjes te schrijven met een zwarte stift. Maar dat is niet gemakkelijk op bobbelig karton zonder lijntjes. Het past net niet op één kant. De laatste zin schrijf ik op de achterkant. Ik hoop maar dat Luca het kan lezen. Ik heb namelijk een plan. Hoofdstuk 4. Ik heb jou toch? Ik vind dat jij de laatste tijd een beetje ongelukkig uitziet. Is er iets waardoor ik je gelukkiger kan maken? Zal ik een liedje voor je zingen? Zal ik chocolademelk voor je maken? Zal ik je schouders masseren? Mama staat in de keuken om bijt voor ons te maken. Ze kijkt me verbaasd aan terwijl ze in de havermout roert. Eerst griezelde ik ervan: Waarom zou je havermout willen eten? Wat een vieze bruine smurrie. Maar ik moet toegeven het went. Zeker nu ze er rozijn en kaneel doorheen doet, vind ik het zo slecht nog niet. Waarom denk jij dat ik ongelukkig ben? Vraagt Mama. Ik ben juist hartstikke gelukkig. Kijk dan eens in de spiegel, zeg ik. Je hebt een frons op je voorhoofd en je ogen stralen niet meer zo. Ik denk dat je meer liefde nodig hebt. Meer liefde? Antwoordt mama. Ik? Ik heb jou toch? Je bent mijn allerliefste chulebol. Mijn liefje, mijn duifje, mijn krokante beschuitje. En die frons heb ik omdat ik veel te hard werken en aan vakantie toe ben. Je zult zien, na de vakantie zie ik je weer stralend uit. Toch denk ik dat jij nog veel gelukkiger zou zijn als we een hond hadden, zeg ik. Ik probeer mama daarbij zo overtuigend mogelijk aan te kijken. Een hond geeft liefde en je kunt er lekker mee wandelen. Dat is goed voor je. Dan denk je minder aan je werk. Mama kijkt me stom verbaasd aan. Een hond? Hier? In dit kleine hok van ons? Kind, je weet niet wat je zegt, arm beest. En wie moet hem uitlaten overdag? Ik ben aan het werk en jij zit op school. Ik moet er niet aan. Denken, dat heeft niks met liefde te maken, dat is dierenmishandeling. Hmm, dit is natuurlijk niet wat ik horen wil. Toch wil ik het idee nog niet meteen laten varen. Ik moet met een beter plan komen. Hoofdstuk 5: Verstoppertje. Op school kruipt de ochtend voorbij. Ik kijk steeds in mijn tas naar het grote stuk karton waar het gedicht op staat. Ik wil het meteen na school naar de biep brengen. Daar wacht me nog een ingewikkeld klusje, want ik wil het gedicht ergens in de biep achterlaten. Maar de kans groot is dat Luca het vindt. Tegelijkertijd wil ik dat niemand anders het ziet. Ik heb nog geen idee hoe ik dat voor elkaar moet krijgen. Meester Pieter waarschuwt me een paar keer. Waar ben jij met je gedachten, Shuel? Ben je verliest of zo? Zit je te dromen van een prins op een wit paard? Ik haat meester als hij zulke stomme dingen zegt. Een prins op een wit paard. Pst. Mij niet gezien. Hij geeft me ook nog eens de beurt om een stukje voor te lezen. Ik weet natuurlijk niet waar we zijn gebleven. Ik ben blij dat we smiddags buiten gym hebben en we lekker gaan voetballen. Even vergeet ik het gedicht. We winnen omdat ik de bal een enorme loeier geef. Goal! Ha! Hoezo? In gedachten en niet bij de les. Het is druk in de bibliotheek, er wordt voorgelezen. Maya zit op de voorleesstoel. Om haar heen heeft ze een hele groep kinderen verzameld. Ze zitten ademloos te luisteren naar het verhaal van de Gruffalo. Maya kan heel goed voorlezen. Ze maakt het verhaal extra spannend door soms te fluisteren en dan weer een kreet te slaken. Ik ken het boek goed. Oma heeft het wel honderd keer voorgelezen toen ik klein was. Ik blijf even staan luisteren. Wie is dan dit beest met die vlijmscherpe klauwen, die knarsende kaken, die alles kouwen? Hij heeft eeltige knieën, zijn voeten zijn plat. Op de punt van zijn neus zit een gifgroene vrat. Oranje ogen, een tong zwart als drop. En paarse stekels, van zijn staart tot zijn kop. Moedertje, oh, het is een gruffalo. In gedachten zeg ik de tekst zachtjes mee. Ik weet precies wat er komt. Wel grappig dat ik nu pas besef dat het hele verhaal op rijm is. Het lijkt wel een gedicht. Bij de kast met sprookjes en poëzie is gelukkig niemand. Nu moet ik een geschikt plekje vinden voor mijn gedicht. Ik wil het karton zo neerzetten dat Lucas' ogen erop valt als hij voor de kast staat. Ik schuif het karton tussen twee grote boeken en laat een randje uitsteken. Ik denk niet dat je iets ziet als je langs de kast loopt, maar als je gaat zoeken tussen de dichtbundels, is het bijna niet te missen. Ik wacht nog even op een afstandje. Ik doe net alsof ik geïnteresseerd ben in kookboeken. Ondertussen houd ik de kast met dichtbundels goed in de gaten. Nadat er drie mensen langs de kast zijn gelopen zonder het gedicht te zien, ben ik tevreden. Ik ga naar huis. Kom op, Luca, er wacht een gedicht op je. Hoofdstuk 6: Reddingsplan. Oma is begonnen aan een nieuw breiwerk. Dit keer zie ik geen bolletje met ingetogen kleuren, maar de halve kamer ligt bezaaid met een bonte verzameling wol. Ik zie alle kleuren van de regenboog. Ik kijk blijkbaar verbaasd, want oma steekt meteen van wal. Ja, je zult wel denken, dat wordt een hippietrui en misschien heb je wel gelijk. Ik heb zelfs mijn cowboylaarzen opgeduikeld. Ik voel me jong, de lente nestelt in mijn botten en als ik niet oppas, huppel ik door het huis. O jee, zeg ik, die soep is gisteren dus goed bevallen. Je lijkt wel verliefd, oma. Oma reageert met een brede glimlach, maar ze gaat er niet op in. Hoe is het gegaan met je gedicht, vraagt ze. Heb je het aan de jongen gegeven? Ik vertel oma hoe ik het karton in de biep heb verstopt, in de hoop dat Luca het gaat vinden. Ik bespreek ook mijn zorgen over de hond van Luca met oma. Ik vertel hoe ik mijn best doe om een oplossing te vinden voor deze arme hond. En hoe mama reageerde op het idee van een hond bij ons in huis. Oma's blik wordt steeds serieuzer. Dit is een zaak van leven of dood, zegt ze. We moeten een goed plan maken. Jouw moeder is niet van gisteren. Die trapt niet zomaar in een zielig verhaal. Gelukkig heeft ze wel een hart voor dieren. Ze pakt een groot vel papier en schrijft met een dikke stift in het midden. Reddingsplan voor hond. We zijn de rest van de middag bezig met plannetjes bedenken. Het dier mee naar huis nemen en zeggen dat het zomaar meegelopen is. De plaatselijke televisie inschakelen. Briefjes ophangen bij de supermarkt. Een spandoek ophangen met een oproep. Een zielig verhaal schrijven voor de krant. We schrijven het vel papier vol met ideeën. De meeste strepen we vervolgens weer weg, omdat ze te ingewikkeld of te tijdrovend zijn. Uiteindelijk blijft er maar één plan over: mama. Dat zij voor de hond gaat zorgen. Lijkt ons de enige mogelijkheid, al vrezen we allebei wel dat het moeilijk gaat worden. Maar bij gebrek aan een beter plan moet dit het maar zijn. Om meteen goed van start te gaan, maak ik een schilderij van een hond. We willen mama duidelijk maken dat ik echt een groot hondenliefhebber ben. We willen mama duidelijk maken dat ik echt een groot hondenliefhebber ben. Het schilderij lukt niet heel goed, maar oma vindt dat het duidelijk een hond is. Ik schrijf bovenaan het schilderij voor mijn allerliefste mama. Een schilderij van mijn aller, aller, allerliefste lievelingsdier. Ik hoop maar dat het werkt. En dat het ook allemaal snel genoeg gaat lukken. Oma loopt ondertussen de hele middag jammerlijke liederen te zingen. Smartlappen noemt ze dat. Liedjes over verre liefdes en gebroken harten. Ze pakt zelfs een banaan als microfoon en geeft een optreden voor mij. Ondanks de treurige inhoud van de liedjes ziet oma er heel gelukkig uit. Ik denk dat het met Herman te maken heeft. Ik hou van mijn bijzondere oma. En als ik aan haar vraag waarom zij zo anders is dan alle oma's die je kent, antwoordt ze natuurlijk weer bijzonder. Met een gedicht. Ze pakt een dichtbundel uit de kast. Ze bladert even en legt het dan open voor me neer. Daarom Zegt ze. Lees maar. Al die mensen, al die mensen die zeggen: je moet ophouden met die onzin, eindelijk ouder worden. Zie je die gezichten? Dat zijn nou gezichten van mensen die ouder zijn geworden. Opgehouden met die onzin. Tot zover. En als je nou naar de piep gaat of naar de boekhandel en je haalt uh, over gehaktballen, dan komen er nog meer gedichten voorbij. En dan kom je erachter of Luca dat gedicht gaat vinden, uh, en of Jules die hond gaat redden, en er gebeuren uh, nog een aantal meer dingen. Nou ja, uh, oh, en in oktober komt Jules nog een keer voorbij in een nieuw boek van Saskia. En dat heet De sterren van Opa. Uh, nou. Veel leesplezier, ja. Doei!